Omdat ze hier boven de baan komen te hangen. Dat ze dan even een stukje fly-in. Dat betekent dat ze eigenlijk een beetje op de grond vliegen. Dus op een hoogte van minimaal 500 voet. En je kunt dan dus houden toestel zeker even gereed dat hij een hele mooie foto kan maken. Dat ding wel op staat, dan moet je toch echt harder gaan lopen hoor. Ik zie trouwens achterin, als je heel goed kijkt, bij de DC-3, de PBA. Dan ziet u dus de twee mannen daar. Die zijn dus de motoren aan het krenken. Ik denk, nou ja, misschien heb je het nooit van gehoord. Dat is misschien wel leuk om even uit te leggen. Nu hebben ze de andere motor te pakken. Je moet je voorstellen, dat is een zuigermotor. Een zuiger, er zit een kring van zuigers zit er om die propeller heen. En in die motor, er zit natuurlijk olie. Dat heb je nodig om alles te kunnen laten smeren. Nou, die onderste zuigers, als het toestel wat langere tijd stilstaat, dan gaat die olie, die gaat door de zuigerveren heen. Die komt dus in de verbrandingskamer terecht. Nou, dat is op zich niet zo'n probleem, maar je moet er wel heel erg op letten. Want het voordeel of het nadeel van olie is niet samendrukbaar. En daarvoor wordt olie ook gebruikt in de hydrauliek. Maar in vliegtuigmotoren, in geen enkele andere motor, moet je dat zeker niet in de verbrandingskamer hebben. Want op het moment dat dus... Gaat de cabine dicht. Net is uitgelegd dat de cabine tijdens taxi open is. Ja, dat is het verschil. Ja, ik hoor je achter, je hoort hem al niet meer. Nee, dat klopt, ja. Dat is het verschil tussen zuigermotoren. Ja. We hebben hier vaak genoeg, als je dan staat, we hebben hier meer een toestel, dus we moeten een beetje uit de buurt blijven. Als we hier een toestel opstarten, dan komt er een rook uit. En we zien, die staat erbij, nou, je kan gelijk de kapper gaan bellen. En ik zeg meestal tegen de dames, na de make-up krijg je gratis erbij vandaag. Maar dat is het grote verschil met die zuigermotoren en die eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog gebruikt werden. Dat is eigenlijk prachtig mooi. Heel mooi, kijk nu naar rechts, over de baan. Ik heb heel veel olie ineens. Ja. Volgens mij gaat hij zijn motor starten. Dit vereist toch wel een flinke brokje stuurmanskunst van de heren. Want ja, er staat wat wind en je zit in elkaars vortex. Het is eigenlijk dat als je vliegt door de lucht, dan krijg je degene die erachter zit, krijgt te maken met de wervelingen van de vleugel. En als je wat voor je vliegt, dan gaat er lucht overheen, die komt in een soort trog, komt hij erachter vandaan. Vandaar dat
wielen gaan er niet helemaal in. Prachtige mooie foto waard, zo tegen deze.